Mijn naam is Erik Teunissen. Ik ben sinds 2016 werkzaam als keelneus-oorarts in het CVZ. Ik hou me bezig met KNO in brede zin en mijn aandachtsgebied is de oorchirurgie. Uiteinde van je eerste gehoorbeentje, het loopt van daar of van daar. En hierheen, dit is van de trommelvlies. Ik ben een dokter die goed naar mensen luistert, of in ieder geval goed naar mensen probeert te luisteren. En niet alleen direct gaat kijken wat er eigenlijk mis is met iemand volgens mij, maar eigenlijk eerst wil weten van waar loopt iemand nou tegenaan, wat zijn iemands problemen. En iemand daar ook vanaf probeert te helpen. Dus niet zozeer even snel kijken van nou, er is dit mis, we gaan dit doen. Nee, waar heeft u last van en wat wil u dat er gaat gebeuren, zodat we ook samen tot een beslissing kunnen komen. Ja, dus je hebt eigenlijk een omzetting van geluidstrilling in een soort mechanische trilling van de gehoorbeentjes. Het is niet altijd een oplossing, dat is nou eenmaal zo. Dus probeer ze in ieder geval altijd duidelijk te maken van wat is er aan de hand en wat is bijvoorbeeld de reden dat we er niks aan kunnen doen. En dat is ook daarmee kan iemand tevreden zijn. En daar streef ik eigenlijk altijd naar dat iedereen gewoon blij en tevreden de deur uitgaat. Nou, blij gaat dan niet altijd omdat niet altijd alles opgelost is. Maar als het in ieder geval duidelijk is wat er aan de hand is, daar zijn heel veel mensen mee geholpen. En dat is echt, daar krijg ik heel veel energie van als ik dat kan bereiken. Het mooiste aan mijn vak is dat je mensen gewoon soms met vrij eenvoudige oplossingen heel erg kan helpen. En dat inderdaad een groot deel van de patiënten die ik zie, dat je die ook in ieder geval beter kan maken. Je ziet vaak zeg maar, dat het dan op verschillende plekken samentrekt. Het feit dat je hier ook als opleider aan het werk bent en dat je op die manier kennis en vaardigheden kan overdragen, dat is iets wat werken in het CWZ voor mij extra leuk maakt. Ja, ik vind het ontzettend mooi vak. Gewoon heel leuk om te doen.